Well, holy fuck. God. Dat je zo heftig die banden slijt. Dus nou ja, het zal misschien waarschijnlijk allemaal wel een beetje met elkaar te maken hebben. Run flat tires, 5 jaar oud, 3 bar opgeblazen, verlagingsveren niet uitgelijnd. Ja. Dus, nou, ik ben blij dat ik dit soort dingen dus af en toe eens even zelf doe. Dan heb je toch wat vaker dat je misschien steekproefgewijs iets tegenkomt. Want dit was echt vol de vangrail in gegaan anders. Zeker als je hem een beetje doorknalt. Oké, dus de boutjes even los. Precies de laatste. Nice. Gelijk de andere kant. Vijf stuks. Voorzichtig. Oppassen voor me. Mooie remklauw. Hier zit ook de remindicator. Dat is aan één kant van de auto. We pakken nu even de remblokken erbij. Deze twee moet je met splitpen moet je die los tikken. Zit hier aan de achterkant, tik je ze eruit, pak je die unit eruit. Job done. Wat goed is. Die eruit. En de wielen eraf. Er is een wiel af, ja. High five. Ja. Wat daar? Dus laat toch maar deze ook even los te maken. Voor de remmenindicator. We gaan net even wat meer werkruimte. Als je dan hebt verwijderd, dat je er op deze manier in gaat. Twee pinnen, die halen we naar voren. Hier zit een drukplaat op. Als je die indrukt, kijk. Tata, dat is 1. Tata, dat is 2. Nou, dan zitten ze nu nog een beetje vast. Als je gewoon een beetje trekt aan deze, dan doe je het vloeistof terug, het reservoir in. Dit is die van achter. Dit is hem van voor. Kijk. Ja, dan pak je voor allebei de schijven pak je zo'n adapterplate. Wel zit dus aan de buitenkant. Dus eerst deze. Dat gaat er echt bitter smooth op. Zo. En dan deze. Even monteren. Je pakt deze. Kijk of je genoeg ruimte hebt nu. Met je remcilinder. Kijk, dat is hem. Yes. Nummer 2. Ja. Fit. Die voorspanningsplaten weer op. 1. Twee. En nou, het meest vervelende werk is dit clipje. Want die gaatjes die moeten natuurlijk in lijn zijn met elkaar voor dit clipje. Het staat niet heel veel voor, alleen het is even een beetje gegogen om hem erop te krijgen. Veertje erachter, wielen erop, volgende kant. Ja. Yes, sir.
Oké, dat is nummer 5. Zo. Holy fuck. Niks gehoord, niks gemerkt. What the fuck, jongen? Hoe dan? Lopen ze aan of zo? Serieus? Wat is hier gebeurd? Remblokjes doen en dan de garage afspraakje maken bij de garage. Jezus man. Dat is wel even schrikken dat zeg. Jeetje man. Van heel die banden naar de kloten. Morgen mijn vrienden bij autostop bellen. Wat maakt er dan zo'n herrie jongens? Ja, splitpennetje er weer in. En dan kunnen we naar de bandenboer, jongen. Nou, ben erbij. Die schijven die zijn ook op. Een nieuwe schijven gaan we er ook op zetten. Ik heb het boekje er weer allemaal af. Potverdorie. Zo. Aanzetten. Yes.